Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Lielaert. Goedemorgen uit lijn 1. Yunus, Erdogan, Öcalan. Het zijn ongelijke grootheden in een gecompliceerde situatie. Ingewikkeld Europees spanningsveld vlak bij het oosten. Dat sneuwe joch weet niet wat hem overkomt. Al jaren bij twee liefhebbende vrouwen ondergebracht. En nu het middelpunt van woedende discussie. Aangeblazen vanuit Turkije. Terwijl ook de positie van de Nederlandse jeugdzorg een moeilijk punt is. De Turkse premier wou hier eerst naar de Keukenhof, maar weigerde om daar te gaan lopen blauwbekken en schudt vanmiddag de hand van premier Rutte. Turkse hand die onderdeel uitmaakt van de lange arm uit Turkije. Islamitisch getint paternalisme dat Europese aanvoerders als Merkel en Sarkozy heel wantrouwig heeft gemaakt over een Europees lidmaatschap. En dan is er nog de Koerdische leider in ballingschap en in gevangenschap die vandaag met zijn boodschap komt over de Koerden. Boodschap waar Erdogan niets van moet hebben. Daarom even liever gezellig bijpraten met Mark. Turkije, een wespennest. Wat moeten wij er eigenlijk mee? 0800 1121 is het nummer waarop u erover kunt meepraten. 0800 1121. Tweeten naar lijn 1 Radio 1. En e-mailen kunt u naar lijn1@ntr.nl. Lennon's lied over allerlei manieren om van allerlei verslavingsellende af te komen. Turkije, niet onze verslaving. Nevin Özutok, wethouder Milieu in Amsterdam-Oost. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar Yunus, wat vindt u ervan? Nou, ik vind het sowieso heel erg vervelend voor de jongen en voor zijn pleegouders. Dat die nu onder deze hectiek van de hele discussie onderdeel zijn van gemaakt. Dus dat betreur ik. Ik vind op het moment dat de jeugdzorg reden heeft gezien om die jongen daar weg te halen bij zijn ouders. Dat ook op goede gronden blijkbaar is geweest. Maar volgens het hof moest hij terug naar zijn ouders, blijkt nu. Ja, daar zijn we inderdaad later op achtergekomen. En ik vind dat jeugdzorg hierin veel zorgvuldig heeft moeten opereren. En nu gaat de discussie eigenlijk veel meer over, los van pleegzorg, over de geaardheid van de pleegouders. We hebben zelfs over de discussie over Turkije op dit moment. Dus er zijn een aantal zaken waar we met elkaar goed over na moeten denken. Ja, maar dat onderscheid moeten wij ook nu hier proberen te maken. Want er worden allerlei hele merkwaardige verbanden gelegd, niet? Sibinia? Ja, kijk, over de zaak Yunus zelf durf ik eigenlijk niet zo gek veel te zeggen. Want wat weten wij eigenlijk? We weten dat het jongetje 9 jaar geleden of 8,5 jaar geleden... met een gezwollen hoofd en een gebroken armpje in het ziekenhuis belandde. En dat, maar ik aanneem, pleegzorg toen nog een goede reden had om het kind weg te halen. Maar als je kijkt naar het politieke niveau, dan is Yunus dan wel van het symbool. Maar wat ik persoonlijk interessant vind, is de campagne die door de Turkse regering, namelijk de vicepremier Bozdag, een van de rechterhanden van premier Erdogan die vandaag in Nederland is, en diens partijgenoot die voorzitter is van de parlementaire mensenrechtencommissie. Het parlement is dat trouwens een overgrote deel in handen van diezelfde partij. Die campagnes die zij voeren tegen wat zij noemen de assimilatie van kinderen in landen, niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland en België met name. Dat is die lange arm. Nou, dat is een poging van de lange arm. Hè. Die lange arm die is al enkele tientallen jaren aanwezig. Maar dit is een nieuwe lood aan de lange arm, zou je kunnen zeggen. Eerst was er de seculiere staat Turkije. En nu is er die sterk islamitisch getinte regering die
met al die tentakels naar Duitsland, naar Nederland, ja, bezig is om heel paternalistisch, ja, maar dat paternalisme, het, dat, op te treden. Dat lijkt zo, dat is ook zo. Maar laten we niet doen alsof dat een nieuw fenomeen is. De Turkse staat, ook voordat Erdogan 10 jaar geleden aan het bewind kwam, en een almachtige Turkse leider werd eigenlijk, was het zo dat de Turkse staat, de kemalistische, zogenaamde seculiere Turkse staat, al probeerde om zijn Turkse onderdanen, tussen aanhalingstekens, in landen als Duitsland en Nederland onder de duim te houden. Toen was dat trouwens voornamelijk ook ingegeven door angst. Want er liepen hier allerlei bewegingen rond, zoals Miligurus, wat trouwens Erdogan uit voortkomt. Islamitische bewegingen, Miligurus. Ja, precies, ja, dus de grondlegger daarvan is meneer Erdogan. Erbakan. Dat is de leermeester van Erbakan. Erdogan. En die is nog even premier geweest in het midden van de jaren 90 van de vorige eeuw. En nog afgezet door het leger. Althans, onder druk van het leger afgezet. Dus toen was de Turkse staat in de jaren 80 en 90 vooral uit om, laten we zeggen, oppositiebewegingen. Niet uitsluitend islamitische, maar ook linkse en wat ik meer zei. Onder de duim te houden in het buitenland. De laatste 10 jaar heeft dat een iets andere link gekregen. Want die oppositiebewegingen van toen, zoals Miligurus, ja, daar komt Erdogan zelf uit voort. Dus het is nu meer, niet meer zozeer om de oppositiebeweging hier onder de duim te houden, als wel om een breder programma van het bij Turkije houden en bij de Turkse geest en de Turkse waarden houden van de Turkse diaspora. Ja. Dat is het programma nu. En nou moet je uitkijken, ook wij in lijn 1, voor generalisaties. Hè, waar natuurlijk ook weer die hele discussie wordt aangeblazen over wel of niet lid worden van de Europese Unie. Kijken we even naar wethouder Ozetok. Hoe is dat met u? Voelt u ook die lange arm of bent u, waar we even niet mee moeten generaliseren, want de Turk bestaat natuurlijk niet. Er zijn heel veel verschillende Turken. Maar hoe voelt u dat, die lange arm? Ik voel geen lange arm. Zeker niet die van Erdogan persoonlijk. Wat ik wel zie is grote invloedssfeer. Wat Turkije uitoefent ook een grote aantrekkingskracht heeft. Het gaat goed met Turkije. Het is een van de groeiende economische machten aan het worden. Terwijl we in Europa heel veel problemen hebben. Dat is ook het dilemma. Dat is precies het dilemma. De minister van Buitenlandse Zaken, die inmiddels al vaak zo gekscherend in de kolommen komt als Timmer Frans. Want die moet dus ook weer het Nederlandse handelsbelang bewaken. Precies. En als het gaat om die economische samenwerking, het zou goed zijn voor beide landen, zowel voor Nederland als voor Turkije, als die samenwerking tot stand komt. Die is er, hè? Er is gewoon een douane-Unie. Precies. Dat probleem bestaat in die zin niet. Dat loopt gewoon. Dat loopt gewoon. Daarvoor hoeven ze ook helemaal geen lid te worden van de Europese Unie. Daarvoor hoeven ze ook niet lid te worden van de Europese Unie. Wat ik wel belangrijk vind is, als het gaat om deelname van Turkije aan de Europese Unie, dat het slaag kan maken in de democratiseringsproces in Turkije. Daar ben ik voorstander van. Dus in die zin vind ik belangrijk dat die hervormingen doorgaan. Dat die ingeslagen weg inderdaad wel doorgaat. Want als ik kijk naar de situatie in Turkije, dan valt er nogal het een en ander te verbeteren. En zojuist is er net gezegd dat er een oppositie alleen vanuit de religieuze bewegingen was ten aanzien van Erdogan. Het is ook eerder ook van de linkse beweging, Turkse linkse beweging ook geweest, waarin men heeft geprobeerd om die invloedssferen in het buitenland ook te doen verminderen. Dus Turkije heeft een aantal dingen nog te doen. Die moet echt in die democratische processen slagen gaan maken. Laten we niet vergeten dat de aantrekkingskracht op jongeren vanuit Turkije en de Turkse media en de economie ontzettend groot is. Het is niet alleen het religieuze aspect en wat er binnen de moskeeën gebeurt. Maar die jongeren, er komt ook weer een bepaalde groep uit die zich dan weer zo vreselijk tegen Joden uit. Hè? Pas gelezen, het wel heel duidelijk. Het is afschuwelijk. Het is afschuwelijk. Ik wist niet wat ik hoorde. Dat was voor mij voor het eerst dat ik zo'n uitlating van jongeren hoorde. Dat geeft dus al aan dat er wel iets fundamenteels verkeerd gaat als het gaat om de opvoeding van jongeren. Dat gaan wij niet oplossen met de discussie of Turkije nou deel moet nemen aan de EU of niet. Hè? Nee, dat is een heel ander probleem. Is hier, midden in Nederland, midden in onze samenleving. En ik ben geïnteresseerd, wat gaan wij daaraan doen? Daar wil ik een
Ik moet even ongeveer oproep doen aan de luisteraars die geïnteresseerd zitten mee te luisteren, maar ook geïnteresseerd mee kunnen praten. 0800 1121. 0800 1121. Kijk even naar een tweet van John Koenraads. Die zegt: jammer dat de Turkse inwoners van Turkije de pineut zijn door de politieke verhoudingen. Zelf heb ik Turkse vrienden en die zijn goud waard. Dat was John. En ook Anton die zegt dat die hype rond het Turkse jongetje weer typisch Hollands is. Ons pietenpeuterig landje wat de grote wereld altijd wil vertellen dat de Nederlandse wet zaligmakend is en zonder respect rekening te houden dat er in andere landen historisch heel anders wordt gedacht. Verschillen in cultuur. Ja, daar gaat het natuurlijk om. Ja, maar het is wel een hoogst merkwaardige reactie natuurlijk. Want het betreft hier niet over Hollandse bemoeienis met Turkse kinderen. Het gaat hier over Turkse bemoeienis met Nederlandse kinderen, ook al zijn die van Turkse origine. Dus ik geloof dat deze inbeller de zaak omdraait. Ja, maar dan denk ik zelf een beetje dimmen daar vanuit Turkije. Het is gewoon zo dat het hier in Nederland plaatsvindt. Zeker, maar hebben zich te gedragen. Zeker, maar we zijn in dit land ook heel lang heel naïef geweest op dat punt. Hè. Dus bijvoorbeeld wij zeggen van de dubbele nationaliteit is allemaal geen probleem. Niet waarbij voorbijgaand aan het feit dat de nationaliteit door ons wel tot onbelangrijk kan worden verklaard. Maar de Turkse nationaliteit is voor de Turkse staat en voor veel Turken wel degelijk van belang. Hè. We hebben daardoor bijvoorbeeld het gegeven dat de Turkse dienstplicht in Nederland voelbaar is. En je ziet ook aan deze campagne, niet per se van de Turkse regering en de Turkse regeringspartij, dat men vindt dat mensen die ooit voorvader hebben gehad in Turkije tot Turkse onderdanen moet worden gerekend. Dus nogmaals, ik reageer op deze inbeller. Het is niet begonnen. Je kunt ook wel spreken dat hier een zekere hype gaande is, maar de hype is niet van origine afkomstig in Nederland. Het is begonnen met een hype in Turkse media en passend in een campagne van de Turkse overheid. Ja, maar vervolgens komt die hype omgekeerd in onze vaderlandse media terecht. We hebben ook weer heel veel verschillende nuances. Nou, ik vind dat goed uit in de Ik vind ook dat de premier, de vicepremier, Lodewijk Asscher, eigenlijk te ver is gegaan. In die zin dat hij een beetje heethoofdig mee is gegaan met de stemming die kennelijk in sommige Turkse media hij was op zijn beurt aanmatigend. Nou ja, hij is in ieder geval niet echt precies geweest over waar die bemoeienis zich dan toe uitstrekt. Want kijk, een Nederlandse premier of waarnemend premier kan natuurlijk zich niet bemoeien. Kan niet de Turkse overheid verantwoordelijk stellen voor wat er in een Turkse televisiestation wordt verkondigd. Dat zouden we ook niet aangenaam vinden andersom. Op zijn minst onbeleefd. Maar Neven Özutok, u vertelde net ook al over het voorbeeld van die Turkse jongens die zo tegen de Joden hebben geageerd. Ja. En u vertelde dat met een heel streng gelaat. Ja. Wat voor beleid moet je erop loslaten? He, nu van los van Yunus. Dat gaat precies ook weer over, helaas. Wat mij heel erg heeft geraakt is dat die jongeren met hun uitspraken niet doorhebben. Helemaal voorbijgaan aan de geschiedenis, aan de jodenvervolging. Altijd makkelijk over praten als het gaat om steun aan fascistisch regime van Hitler. Ik vraag me af of die jongeren echt bewust weten wat echt weten waar ze het over hebben. Het gaat hier over opvoeden. Het gaat hier over opvoeden. Het gaat hier over een vreedzame samenleving die we in Nederland willen met elkaar. Dus dat betekent ook dat ouders hun verantwoordelijkheid moeten opnemen. Opvoeders hun verantwoordelijkheid. Maar kan het niet gewoon zijn dat die ouders zelf die signalen doorgeven? Nou ja, Erdogan heeft zelf toch ook het een en ander over Zionisme. De beweging waar Erdogan uit vandaan komt is uitgesproken antisemitisch. Midden-Jurisch was een antisemitische beweging. Is dat ook tot zekere hoogte? Maar Erdogan stelt dan Zionisme op één level met fascisme. Dus, precies. Dus wat kun je jongens in Nederland die kunnen het allemaal buitengewoon kwalijk nemen, maar de signalen die komen natuurlijk uit eigen kring via media, ouders en politieke bewegingen. Dat ze beïnvloed worden door dat soort uitlatingen van Erdogan, wat ook heel erg betreurenswaardig is, sluit ik niet uit. Maar dat betekent niet dat wij nog steeds hier de plicht hebben om wel goed iedereen te informeren of het ook ouders zijn, opvoeders zijn of jongeren zijn. En ik denk dat verschillende geledingen, Turkse organisaties, maar ook moskeeën, daar echt een rol in kunnen spelen. Ik ga even het kan zijn dat die deel van het probleem zijn en niet van de oplossing, zeg ik dan. Ja, in al die emoties, zo pessimistisch ben ik niet. Dat is een mooi geluid. Wij houden van de positieve benadering. Discussie is in ieder geval reden genoeg voor demonstraties links en rechts. Vanmiddag wordt er in Den Haag gedemonstreerd tegen Erdogan. En
Umut Sen aan de telefoon. Jij gaat morgen in Lelystad demonstreren, maar dan gaat het over de fouten bij het bureau jeugdzorg. Vertel eens. Ja, dat klopt. Wij gaan demonstreren tegen de fouten die zijn gemaakt door bureau jeugdzorg. Wat u onder andere ook op de media heeft gelezen. Wij zijn er ook wat dieper in. Hebben we ook wat dieper onderzoek naar gedaan. Er zijn ook wat meer fouten tegengekomen, ook binnen onze gemeenschap zelf. En ja, dat was gewoon een aanleiding voor ons om een demonstratie op te zetten. Het gaat niet per se om een Turkse demonstratie. Nee, dat wil ik sowieso even uit de lucht halen. Want er wordt nu overal op de media gezegd dat het om een Turkse demonstratie gaat. En dat er zoveel Turken komen. Maar het gaat echt om alle kinderen, ook Nederlandse. En Marokkaanse, Poolse? En Marokkaanse. Van alle afkomsten, van alle culturen. Het gaat echt over alle kinderen die onterecht zijn behandeld door het bureau jeugdzorg. Jij bent 20 jaar, relatief 19. Nogal 19 nog maar zelfs. Ja. Jong dus, maar met wat voor ervaring heb jij te maken gehad dat je het idee hebt gekregen voor deze actie, deze demonstratie? Zeker ook door steun vanuit Turkije zelf, dat ik heb gezien dat het echt zo'n groot probleem was. Daarna dat ik me erin heb verdiept en dat ik ook nog eens heb gepraat en ook via Facebook mensen hun verhaal heb aangehoord. En heb gewoon gehoord hoe fout het allemaal was. Ja, ik kon dat gewoon niet beseffen. Maar wat is dan wat is dan de kritiek op het bureau jeugdzorg? Wat heeft jou daar zo in geraakt? Wat wil jij veranderd zien? Nou, bijvoorbeeld dat als er een kind uit huis geplaatst wordt, dat de belangen van een kind voorop staan. En dat het kind wel in een soort vanzelfde omgeving wel wordt opgegroeid, zeg maar. In een passende omgeving. Ja, in een passende omgeving. Dat het kind moet altijd voorop staan. Maar dat is toch, excuus dat ik hier interveneer, maar dat is toch het staande beleid van bureau jeugdzorg. Dat ze proberen om kinderen indien enigszins mogelijk, laten we zeggen, enigszins in dezelfde etnische, culturele of anderszins sfeer onder te brengen. Maar dat het probleem eruit bestaat dat in sommige etnische, culturele, nationale groepen moeilijk pleegouders te vinden zijn. Nou, ik weet niet of u gisteren op Nederland 2 dat debat heeft gevolgd. Nou, als ik daar nog niet naar gekeken heb, wat dan nog? Oké, daaruit was bijvoorbeeld te zien dat er een Turkse familie 3 jaar lang heeft gewacht op een pleeggezin. En die heeft het niet gehad. En nou, als je bijvoorbeeld kijkt, nou, geef ik als voorbeeld Yunus. Zijn achtergrond is islamitisch. En hij wordt ondergebracht bij lesbische stellen. Ik heb zelf helemaal niks tegen lesbische stellen. Ik heb er uiterst diepe respect voor. Maar dat is geen identieke opgroeiing. Nee, maar nu is de Turkse overheid bezig met een campagne om meer Turkse Nederlanders in dit geval pleegouder te laten maken. Dan is toch evident dat zelfs de Turkse overheid inziet dat als er een probleem is, dat dat kennelijk deels bestaat uit het feit dat er geen weinig animo is, of in ieder geval was, bij Turken in Nederland om pleegouder te worden. Ja, daar heeft u ook een punt in. Maar wat wij ook zelf hebben gezien is dat er wel genoeg aanmeldingen zijn. Of dat de mensen die zich hebben aangemeld gewoon geen kinderen krijgen of heel weinig. En dat is dan eigenlijk de reden voor uw demonstratie, begrijp ik? Dat is ook van de punten. Dat is zeker een grote punt. En de punt is natuurlijk dat er fouten worden gemaakt. Wij willen gewoon met deze demonstratie geen boosheid opwekken bij niemand. Wij willen gewoon dat er tot een oplossing wordt gekomen. Wijzen dus op de fouten, Umut Sen. Het gaat morgen gebeuren in Lelystad. Hoeveel mensen verwacht jij? Zoals het er nu naar uitziet, verwachten we ongeveer 1500 à 2000 man. Maar ja, we kunnen nooit wat zeker zeggen. Je kunt het niet met zekerheid zeggen. Wie verwacht jij eigenlijk? Want je vertelt het gaat over alle nationaliteiten. Maar als ik je betoog zo goed beluisterd, dan is het toch nogal. In hoofdzaak gaat het toch over Turkije. Althans, je redeneert heel erg vanuit het Turkse onderdeel van het verhaal. Ja, omdat ik niet natuurlijk in wil gaan op de mensen hun verhalen die mij privé zijn verteld, ga ik ook in op wat er zeg maar een beetje op het media bekend is. Maar we hebben echt zoveel aanmeldingen van ook Nederlandse mensen, ook Marokkaanse mensen. Dus het gaat echt niet alleen over Turken. En mag ik nog iets weten? Sinds wanneer is uw verdergaande betrokkenheid bij de pleegzorg in Nederland ontstaan? Is dat al jaren zo? Is dat misschien sinds vorige week?
Nee, ik heb, ik ben er nooit echt diep in verworpen geraakt, dat zeker. Maar ik ben wel altijd dicht bij het nieuws geweest en heb wel alles gevolgd. Ja, ga door, even afmaken, Umut. Ja. Ja, sinds 2-3 weken ongeveer loop ik het echt te volgen gewoon. Umut, ik ga jouw onderdeel besluiten, maar ik nog één vraag. In hoeverre heb jij te maken met die lange arm uit Turkije waar we het in het begin van deze uitzending over hadden? Helemaal niet. Jij bent dus gewoon vrij en onafhankelijk zelf bezig samen met je familie en je mensen om dit te doen. Het wordt niet uit Turkije aangeblazen, integendeel. Dank je wel. Nee, absoluut niet. Prima. Nou, we zullen zien hoe dat afloopt morgen. Ik heb hier een nieuwsbericht uit afkomst van de Telegraaf. Dat vertelt dat premier Erdogan ziek is. Daarom is hij niet naar de Keukenhof gegaan. Hij is sinds gisteravond in Nederland. Wat zijn plotselinge ziekte voor gevolgen heeft en wat voor aard de ziekte heeft, is ook nog niet duidelijk. Hij zou worden ontvangen door Rutte. En de koningin, hè? Aan koningin Beatrix. Dus dat verandert de situatie wat betreft Erdogan. Hij is blijkbaar niet in zijn beste vorm. Maar dat verandert niets aan waar wij het over hebben. De situatie met Turkije, wel of niet. 0800 1121. Kunt u misschien nog net even meebellen. Nevin Ozutok, u zei net, u bent optimistisch. Ja, ik ben echt een rasoptimist. Dus als ik zou ervan uitgaan dat er niks in de wereld zou veranderen, dan was ik zeker niet in de politiek gegaan. Dus wij zijn met elkaar in staat om dingen te veranderen. En ik ga voor een vreedzame samenleving en een dialoog. Waarin, die dialoog gaat vandaag dus wat minder met Erdogan, zo te horen. Ja, ik hoop dat hij snel herstelt en dan volop meedoet. Dat is aan hem wel toevertrouwd. Maar waar het mij om gaat is de discussie hier in Nederland. Wij hebben hier met jongeren te maken die verschillende denkbeelden hebben over homoseksualiteit en over religiositeit. Dus daar moeten we echt iets aan doen. En ze hebben te maken met Nederland. Nederland is leidend. Dat zijn gewoon Nederlandse jongeren. Nederland... En ook die jongeren die op tv zeer vervelende uitspraken hebben gedaan over Joden. En daarvoor inmiddels op hun laser hebben gehad. Exact. Op de laser heeft gekregen is de man die aan het programma heeft meegewerkt. Hè? Die werd bedreigd. Dus ik ben er niet van overtuigd of de jongens die de semitische uitlading hebben gedaan in eigen kring. Het is inmiddels wel duidelijk dat ze iets gedaan hebben wat niet deugt. Of ze daarmee direct hun opstelling veranderen, is de vraag. Een telefoon, meneer Van Loon, die zegt dat de Nederlandse regering ook schuldig is door Erdogan uit te nodigen, meneer Van Loon? Dat klopt, ja. Kijk, er zijn enorm veel tegenstanders hierover. En het is ook terecht. Want democratie kennen in Turkije niet door deze president. Want als je iets tegen de president zelf hebt of tegen zijn partij, dan word je gelijk uit de weg geruimd. Laat hij eerst maar doen. En dat zegt ook de multicultivereniging in Berlijn en andere steden in Duitsland. Laat hij zich eerst maar eens bemoeien met Turkije zelf. Laat hij maar eens iets doen aan de kinderen die naar de dadelvelden gestuurd worden om de dadels te plukken. Kinderen, gewoon kleine kinderen. We mogen blij zijn dat door deze twee mensen, deze twee vrouwen, deze kind opgevangen is. Wat zwaar mishandeld is. Daarom heb ik ook respect voor die mevrouw die het laatst aan het woord was. Die zorgt er inderdaad voor, die probeert alle mogelijke manieren dus om dat te bewerkstelligen ook. Dat ze op een goede plek terechtkomen. De persoon die daarvoor was, die heeft wel degelijk een lange arm uit Turkije. En er zijn er nog veel meer. U moet er niks van hebben, maar betreffende het optimisme van mevrouw Ozutok hier in de bus, er gaan dus ook dingen goed. Er gaan inderdaad veel dingen goed. Ik werk veel met Turkse mensen samen, dus die met bepaalde problemen zitten dus, en die ik kan helpen gelukkig. Wat doet u dan, meneer Van Loon? Zegt u? Wat doet u dan? Als ze hulp nodig hebben, dus in verband met eventueel de familie dus die naar Nederland wil komen voor enkele weken, dus waar ze dan naartoe moeten dus. Want dat weten ze vaak niet. Dan denken ze dus naar de IET moeten, maar dat kunnen ze ook bij de gemeente doen. Mensen dus die hun familielid hier naartoe willen halen, dus of een vriend dus, of wat dan ook. En die daar problemen ondervinden dus.
Kortom, u helpt ze ook in sepsis over toestanden in Turkije. We moeten naar het eind van deze uitzending. Het lijkt mij dus in ieder geval dat wij, wat voor bezwaren er ook zijn, in dialoog blijven, niet waar? Dat we blijven praten erover. En dat we het proberen te sturen in de goede richting. Exact. Ik denk dat dat de enige weg is. En elkaar uitsluiten, dan gaan we precies doen wat we zeggen dat dat niet moet gebeuren. Dus blijf in dialoog. Sivin, jij nog heel kort. Nou, ik ben buitengewoon sceptisch over meneer Erdogan, maar hij is niet via een revolutie of een staatsgreep aan de macht gekomen. Hooguit is hij nu bezig om er een beetje een politiestaat van te maken. Maar hij is via democratie aan de macht geraakt. Dat wil ik nog even ter correctie opmerken over de vorige inbellen. En we wensen hem beterschap. En we wensen Turkije beterschap. En vooral Yunus. Beterschap. Dit was Lijn 1. Morgen zijn we er weer. En zometeen de gids. Blijf aan het toestel. Zelfs nu nog zijn in de meeste van die kampen vrouwen en meisjes niet veilig. Die moeten soms seksuele gunsten verlenen om bij de waterkraan te komen. Ja. Of de dagelijkse voedselportie op te halen. Dus dat is echt niet een probleem van het verleden. Dat is nog steeds zo. Ja. Dus wij zeiden, dan moet in vredesnaam moet de morning after pill ook in die want anders zijn die vrouwen zwanger van hun verkrachters. Dat is het. Je kunt niet zeggen van ja, we zijn tegen abortus en we zijn tegen van alles. En nou, dat moet dan maar.